Die Rolf toch? Die Rolf inderdaad. Ik heb heel veel zin in een spelletje, Rick. Ik ook, ik vind het spannend, want ik weet niks over NEC. Ja, het gaat, het gaat inderdaad over NEC. En dan hebben we het over de Game Changer deze week. Ja, wat ik de laatste tijd wel vaak heb gedaan, als het moeilijke onderwerpen waren voor ons, dan heb ik zeg maar de vragen over het algemeen 50-50 gedaan. Tenminste, vorige keer met Songfestival hebben we dat ook al gedaan. Ja. Dat was, was nog steeds geen succes natuurlijk. Nee, klopt. Was ik zelfs alleen. Ja, kun je nagaan. Ja. Goed, NEC zal ook niet echt een heel groot succes worden. Hoewel, het zijn wel vrij algemene vragen natuurlijk. Ja. Een echte diehard NEC support zal denken van... Jezus, zit in de quiz, weet je wel. Dat soort vragen. De meeste zijn dus 50-50. Er zijn een paar open vragen tussen. Want daar waren echt vragen waarvan ik dacht... Als ik daar 50-50 van maak, dan is het echt... De open deur van hier tot Tokio. Ja. Dat gaan we niet doen. Nee. Ja, ik heb eigenlijk niet heel veel meer verder over te zeggen. We gaan dus... het zijn niet 25 vragen deze week, maar 22. Want ik kon er echt 25 bedenken. Maar goed, de 22 moet ook voldoende zijn. We gaan de Game Changer spelen op Villa Volta. Natuurlijk een van de nummers van NEC. Ik heb even een praktische vraag. Hebben we geen dobbelsteen nodig? Jullie hebben dobbelstenen nodig, zeker. 2 zelfs per stuk. Dank u. Zo? Ja. Dat was ook toch? Ja, maar van jou ben ik zo gewend, deze vangst. Maar ik had die vangst er meestal niet. En dan komt dat ik ze zo krijg altijd. Het kinderachtig ook. Ik ook! Ik wil ook een complimentje. Nou! Goed, de Game Changer op Villa Volta over NEC. De Him for the Weekend Game Changer. Imke, je mag dobbelen. 12. Je begint het gelijk onderaan. Nou, dan begin ik bovenaan, want 12 had ik niet. Haha. In welk jaar is NEC opgericht? Is dat in 1910 of 1932? 1910. Ja. Zes. Ja, is goed gedaan. 6. Nummertje 6. Ja. Wat is de bijnaam van het Goffertstadion? Is dat Eendracht of Bloedkuul? Bloedkuul. Ja, ook goed. Imke. 11. Hoeveel toeschouwers kan het Goffertstadion kwijt? Is dat 12.500 of 22.000? 22.000. Nee, 12.500. Nee, jammer. 7. Hoe heet het clubhuis van NEC? Is dat de Eendracht of de Bungalow? De Eendracht. Ja, goed zo. 7. Ook 7. Aan welke straat ligt het Goffertstadion? Is dat de Burgemeester Dalenslaan of weg door Jonkerbos? Weg door Jonkerbos. Nee, Burgemeester Dalenslaan. Oh. Helaas. 7. Ook 7. Dit is een open vraag. Nou. Noem naast het stadion en het park nog 2 plekken die de naam Goffert dragen. De boerderij en de openluchttheater. Ja, oh, goed. Wauw. Zeker. Je had ook kunnen noemen openluchtbad, het station en de Goffertboerderij. Oh ja. Maar prima. 4. Afgelopen seizoen speelde NEC in de eerste divisie. Hoe wordt deze divisie momenteel ook wel genoemd? Is dat de Jupiler League of de Keukenkampioen divisie? Jupiler League. Nee, dat was daarvoor. Het is de Keukenkampioen divisie. 8. Wie zijn geen directe buren van het Goffertstadion? Is dat CWZ Ziekenhuis of Sanadoom? Geen. CWZ. Ja, helemaal goed. Goed opgelet. 4. Wat is de juiste volgorde van de clubkleuren? Is dat rood, zwart, groen of rood, groen, zwart? Rood, groen, zwart. Ja, helemaal goed. 6. Een bekende NEC-fan is Henny Linders. Hoe heet zijn supermarkt? Is dat Jan Linders of Nimwegs Hert? Jan Linders. Ja, goed zo. 9. Een open vraag. In welke Nijmeegse wijk ligt het Goffertstadion? Dat denk ik niet zo moeilijk. Nee. In welke wijk ligt het Goffertstadion? Goffert, toch? Goffert, ja, tuurlijk. Ik dacht even, hè? Ja. 11. Waarnaar verwijst het logo van NEC? Is dat een Romeinse veldslag of het Wapen van Nijmegen? Wapen van Nijmegen. Ja. Goed gekocht. 3. In welk jaar werd het huidige Goffertstadion geopend na de verbouwing dus? Is dat 1984 of 2000? 2000. Ja, helemaal goed. 5. Hoe heet het clublied van NEC? Is dat Weer trekken wij ten strijde of Al motten kruipen? Al motten kruipen. Nee, Weer trekken wij ten strijde. Imke. 2.
Jeetje. Hoe heet de mascotte van NEC? Is dat Bickle of Storm? Storm. Nee, Bickle. Nee, Bickle. Nou, oh ja, yeah, shit. Nou, dat wist ik eigenlijk ook. Nee, ja, helaas. Ja, zeven. Zeven. Wat ligt hemelsbreed dichter bij het Goffertstadion? Is dat de Jan Massinkhal of de Radboud Universiteit? De Jan Massinkhal. Ja, tuurlijk. Zes. Zes. Open vraag. Als NEC een derby speelt, tegen wie spelen ze dan? Weet ik niet. De Gelderse derby. Vitesse. Ja, tuurlijk. Klein beetje helpen mag wel. El Clasico. Acht. Acht. Waarvoor staat de C in NEC? Is dat competitie of combinatie? Competitie? Nee, combinatie. Nee, dat mist ik. Ja, nou, dat maakt niet uit. Imke. Ja. Jammer. Vijf. Vijf. Dan wordt de shout-out vraag. Ja. Schrijf je NEC officieel met of zonder puntjes tussen de letters? Zonder. Met. Nee, met. Met. Nijmegen-Eendracht-combinatie. Heel goed. Wauw, wauw. Nou, dan krijg je een puntje extra voor. Yes. Maar dan wint Miguel nog steeds. Oh. Met 7 tegen 6. Oh. Oh, ik vind het best netjes. Ik was vroeger diehard fan van NEC. Ik ging wel naar de wedstrijden. We hebben zelfs nog 3 vragen over. Oh, oh ja, welke dan? Zullen we die gewoon even doen? Ja, zo gewoon doen. Voor je zonder show. Ja. Ja, wie gaat er dan 2 doen? We gaan gewoon roepen, wie het eerste weet. Ja. Ja. Ik doe eerst open vraag en als jullie niet weten, doe 50-50. Ja. Wie is de huidige hoofdsponsor van NEC? Die hele rijke man. Shit. Bedrijfsnaam. Oh. Ik weet het niet, maar jij wil zeker Marcel Boekhorn zeggen. Ja. Maar ik weet het niet meer. Is het Klokgroep of Scholte Aanwater? Klokgroep. Dat gaat in één keer, denk ik. Ja. Klokgroep. Nou. Politiek hoor. Het is aan het voetbal. Oké, de tweede van de 3. Wie is de algemeen directeur van NEC? Bickle. Wil je eens even AB doen? Is dat Ron de Groot of Wilco van Schaik? Wilco van Schaik. Ron de Groot is de trainer. Nou. Godsamme, had je dat net niet even kunnen doen? Nou. Laatste vraag dan. Is een open vraag. Sowieso een open vraag dus. Iemand die NEC uitspreekt als nek, krijgt vaak als reactie... Je nek zit onder je hoofd, maar NEC zit... Hier, in je hart. Ja. Wow, dat is eigenlijk mooi. Dat is eigenlijk mooi, zeker. En dan maakt de stand 8-8. Nou. Yes. Nou kijk, dat doen we het gewoon voor. Toch nog een gelijke stand. Ja, dat doen we het gewoon voor. Imke, heb je goed gedaan. Jij weet heel veel van NEC blijkbaar. Dat klopt. Ik heb ooit een keertje met iemand die daar bij NEC van alles werkt en zo. Een beetje deed. En hij was zo fanatiek. Hij praat alleen maar over NEC. Daar was denk ik niks. Vandaar. Van. Oh ja. Vandaar. Zeg Miguel, hoe heet die zangeres ook alweer van Turn Back Time? Ik niet meer. Wish I could turn back time. Ik weet de plaat, maar ik weet niet meer de zangeres. Oh, wat slecht. Ja. Share. Oh ja, share. Ja. En like. Share deze video even met je vrienden. En liken. Gewoon die duim hier omhoog klikken. En volgende week natuurlijk weer gewoon kijken en luisteren. Tot dan.